En in een wanhopige poging zichzelf een beetje te redden en duidelijkheid te bieden, gaat Cambyses natuurlijk alles opbiechten wat er gebeurd is. En dat staat in paragraaf 65. Dat is een redelijk lange paragraaf, bestaande uit 7 subparagraafjes. Dus ik begin maar snel met totte men tosauta. En toen, op dat moment, zei hij tosauta, zoveel. Je hebt een aantal van die woorden, tojauta en tosauta, dat lijkt op elkaar. Tojauta betekent zodanig en tosauta betekent zoveel. Zei hij zoveel, maar. En dan komt het, maar. Hemereisi eikosihysteron, maar ongeveer 20, dat is dat eikos hier, dagen later. Dan krijg ik een participium, metapempsamenos. Nou, hier, ik zie die sigma alpha is dus aoristes. En het eindigt op os is dus nominativus. Nadat hij had ontboden, nadat hij tus logimotatus, de aanzienlijksten, let even op dat logimotatus. Dus hier zit een superlativus. Als hij de aanzienlijkste, nadat hij de aanzienlijksten toon. Pareon, toon, perseon, dat wordt bij elkaar in de genitivus van de aanwezige persen had ontboden, toen eleke svitade, toen zei hij tegen hen deze dingen, toen zei hij tegen hen het volgende. Wat zegt hij dan? Dat zegt hij eerst een vocativus, persen, persai, katalelabeke, me. Nou hier, katalelabeke, daar herken je natuurlijk natuurlijk een perfectum in door deze reduplicatie. Le lambano, le labeke. Dus het lot heeft gedwongen. Het lot heeft mij in het verleden door van alles en nog wat ertoe gebracht dat ik nou in het heden resultatief in een toestand van gedwongen zijn ben. Om perfectum nog maar even te benadrukken. Het lot heeft mij gedwongen. Tuto es humeas ek phenai, om dat aan jullie te ek phenai bekend te maken, om dat aan jullie te bekend te maken, en dan hoort het relatieve bij, to panton balista e krypton, dit is het werkwoord prekmatoon. Nou, panton en prekmatoon staan allebei in de genitivus, horen dus bij elkaar. Wat, dus dat to, ik het meest panton prekmatoon van alle zaken verborgen heb. En dan ben ik aan het einde van paragraaf 65.1 en dan gaan we er zo 65.2 bij pakken.